op www.bierwinst.nl. Jij hebt geklikt op 21 centiliter wijnglas Tulp. De grote broer van champagneglas Tulp. Dit is een van mijn mooiste ontwerpen. Buitenom natuurlijk mijn 20 centiliter bierwinstvaasje. Want dat is echt mijn meeste werk. Maar dit komt eraan bij in de buurt. Het wijnglas had ik al heel veel breuk van. In mijn Grand Café bracht ik echt per week gewoon twee drozen, makkelijk drie. Nou, rekenen we eigenlijk 52, dat is veel. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn eigen wijnglas ontwikkeld. Maar, waar gaat het mis? De meeste wijnglazen, dan pak ik wel de goedkoopste die je kan vinden. Hij zegt true. Ik kan niet zeggen hoe het heet, maar die zegt true. Die kan je kopen in een groothandel. Ja. En dan heb je www.troepglas.nl. Die zijn uit drie gedeeltes gemaakt. Een voet, een steel en de kelk. En kijk maar hoeveel glas er op die kelk zit. Dat komt omdat ze het in elkaar drukken. Ze maken het apart en daarna verlijmen ze het. Waardoor die glazen substantieel minder kunnen hebben. Dit glas is het één geheel gemaakt. Waardoor hij heel sterk is. Als ik het zo doe. Voor het gemak even de glazen ervoor weggaan. Voor nu zo. Doe dat maar eens na met een wijnglas. Dat is niet te doen. Mijn wijnglas kan dat wel. Waarom? Omdat het één gedeelte bestaat. Eén geheel. En tulpvormig. Nederlandse trots. Het mooiste komt nog. Er zit een dubbelwandige voet in. En dan denk jij, wat bedoel je met een dubbelwandige voet? Dat ga ik je vertellen. Met de meeste wijnglazen blijf je laag in het glas. Waardoor de gast, zeker een van je klanten, dat de beleving krijgt van, dat is weinig. Als je die beleving krijgt, dat is niet goed. Dan moet altijd de beleving hebben, ik krijg waar voor mijn geld. Als jij dus, en alle berekeningen zijn, 12 centiliter voor een glas wijn. Wat jij hebt gerekend, 6 glazen uit 0,75, 8 glazen uit een liter. Dat is de vuistregel in de horeca. Dit soort glaasje is 2 cl. Dus daar gaan we. Als ik daar één keer ingooi, dan zie je al hoe hoog ik kom. Versus deze. Nou, je ziet al wat een plakkaat glas erin onder kan zitten. Zal ik even het vocht eruit halen? Oh, dat is helemaal eerlijk te maken. Moet je kijken. Dus of je komt zo laag, of je hebt dit. Nou, begrijp je al meteen wat ik bedoel en waar ik heen ga. Dat scheelt natuurlijk substantieel in je beleving als gast. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. Dat is 5. Dat is 1. Er zat er alleen in, dus dit 3, 4, 5. Dan begrijp je al precies wat ik bedoel. Dit is laag en breed. Nou, dan ziet die gast dat gewoon nog bijna 80% van het glas leeg is. Dus denkt hij, ik word normaal genomen. Weet je, wat is dat? Dat pik je niet. En dan heb je een verkeerde beleving. Plus, je kan heel snel de fout maken dat je te veel schenkt. Omdat jouw oog ook al zegt tegen jou, zegt van nou, dat ziet er niet uit. Nou, ik schenk me wat meer. Dan kom je marges helemaal niet uit. Dus je hebt gewoon een verkeerd glas. Dit glas, buitenom dat het je breuk gewoon met 80% naar beneden haalt, is als je het met 12 cl vult, is gewoon een goed vol glas wijn. Het ziet er ook goed uit. Dus die gast krijgt ook een goede beleving. Buitenom, als jij geen tapautomatisering hebt, adviseer je om altijd je wijnglas te bedrukken met logo. Waarom? Dan maken wij het eindpunt in je logo. Dan kun je er gewoon mee schuiven. En zeggen, oké, dat gebruiken we als 12 centiliter marker.
En dan hoef jij tegen je goedkope personeel van 17 of mensen die geen ervaring hebben te zeggen, tot daar schenken en niet verder. Nou, makkelijk, kan niet. Daar moet je ook even kijken op de schenktest. Dan zie je me zo uit de hand in één keer 6 glazen en uit een liter 8 glazen schenken. Nou, dat is niet te doen als er geen logo op staat, kan ik je vertellen. En het mooiste is natuurlijk als je uit de hand schenkt in de horeca. Nou, en dat lossen we op doordat je logo precies op die 12-cel-lijn te zetten, weet je. En dan weet je precies dat je en de juiste marge uit je van een flesje wijn haalt en dat alles klopt. Plus je maakt het je crew heel erg makkelijk. Buiten heb je nog eens een keer een supersterk wijnglas. En niks is natuurlijk zo sterk, weet je, als je eigen merk, je eigen wijnglas met je eigen logo. Dat is gewoon mooi, dat is chic, dat is netjes. Het ziet er al goed uit. Als je dan contact met me opneemt, je kan al je logo inladen in de site, een beetje schuiven met je logo. Heb jij geen goed logo, kun je al contact met me opnemen op www.bierwies.nl onder het kopje contact. Dan klik je dat aan, daar staan onze nummers en dan kun je me altijd bellen of gewoon e-mailen. En dan nemen we dat in behandeling. Nadat wij dan je logofilm hebben gemaakt, als het er eenmalig kort staat, maar dan kun jij de rest van je leven als je me opbelt, ik heb die wijnglazen nodig, zelfde logo, boem. Heb die film op archief liggen. En na betaling van je factuur, want anders maakt het natuurlijk geen logo, want dat brandt het erin, dus het komt er echt nooit meer uit. Nu is het 5 werkdagen en heb je het op je stoep staan. Het mooiste voor het wijnglas, persoonlijk, zelf, vind ik etchfolie/graveerlook. Dat is een speciale folie, die brandt erin en dan lijkt het net of het met de hand gegraveerd is. Dat vind ik het mooiste van wijnglazen. Natuurlijk kan het ook met kleur of full color, maar persoonlijk vind ik dat het chicst. Komt het beste uit bij rosé en wit en rood. Daar past er het mooiste bij. Het is een heel lichte tint grijs. Zelf tekenen het heel chic en dat past in elke tent thuis. Voor de rest laat ik nog even zien hoe dat nou in zijn werk gaat als je zo'n wijnglas hebt als dit. Natuurlijk, als je het is gewoon kwalitatief, is het gewoon mag. Weet je, dat kan ik zeggen, dat durf ik mij niet te doen. Maar als je dan zo als dit doet en je doet gewoon zo, dan breekt de voet. Dan maak je trouwens ook een kelk. Dan is gewoon het glas gewoon stuk. En daar ligt ook het feit, ze breken altijd op die lijnpunt. En anders breken ze in de kelk. En dat heb je met dit glas. Dit is gewoon een superglas. Proost. Veel plezier ermee.